escape the pain with one thought. Nina and Elise from Chicks of Food. Hey, it's me again! Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Chicks Love Food. Een recept vandaag met maar 5 ingrediënten en 1 pan. Wat wil je nog meer? En dan heb ik het natuurlijk over een one pot pasta, want er staat hier spaghetti. En deze keer ga ik een fungi maken. Je kent fungi natuurlijk van die pizza's met champignons, maar dan kan je ook prima een pastaatje maken. Ingrediënten, komen ze aan. Spaghetti, champignons, bouillonblokjes. Wij gebruiken groentebouillon, parmezaanse kaas en room. En de precieze hoeveelheden staan uitgeschreven in de beschrijving van de YouTube video. Ik begin met one pot. Mijn favoriete one pot pasta is op dit moment trouwens macaroni. En die staat in het allernieuwste 20 Minutes or Less kookboek. Ook de favoriet van mijn kinderen. Oké, ik doe een klein beetje olie in de pan. En dan bak ik kort de champignons aan. Klein beetje peper en zout erbij. Ik doe een klein beetje zout, want er komt nog bouillon bij. En lekker wat peper. En dan vervolgens doe ik de bouillonblokjes erbij. De spaghetti en kokend water. Dit even 10 minuten laten staan en dan kan je ondertussen lekker dansen. Minuten later. Tien minuten zijn voorbij. Ga ik het water afgieten. Ik zet de pan terug op het vuur. Dan gaat de room er doorheen. Ik zet hem op laag vuur. En vervolgens rasp ik de kaas er doorheen. En ik hou een klein beetje over om aan het einde nog even mooi op het bord af te toppen. Even lekker roeren. En door die bouillon heb je lekker al wat kruiden in die spaghetti zitten. Lekker romig. Nou, en het is klaar om op te scheppen. Pasta fungi. En er moet natuurlijk nog een beetje parmezaan aan tap. Kijk eens jongens. Nou, de geuren komen je tegemoet. Dit is echt weer zo'n toppertje. En dus met maar 5 ingrediënten. Wat wil je nog meer? En nu maar proeven. Dat doen we natuurlijk met een vork, zoals dat hoort. Goddelijk. Meer hoef ik niet te zeggen. Volgende week in de Chicks Love Food keuken, Nina en Elise samen. Vind je het leuk om een melding te krijgen als we weer een nieuwe video uploaden? Word dan abonnee van ons YouTube kanaal en vink het belletje aan, zodat je de meldingen krijgt. Ik zie je next time. Doei!